We zijn enkele minuten te vroeg, maar er is geen bezwaar, denk ik, om al te kunnen starten. Welkom. Ik stip nog even aan, voor wie dat nog niet wist, er is Partizan houdt geen training en geen persconferentie in Gent. Ze hebben een persconferentie deze middag gehouden. Ik heb er ook een link van, voor wie die nog zou willen. Die kan je nog bekijken op YouTube, met Engelse vertaling. Zij landen vanavond pas in Gent. Morgenavond zal er wel een vertaler aanwezig zijn voor de beide persconferenties. Ik geef het woord aan de coach. Goedemiddag. Landen in Gent, dat moet je mij nog eens uitleggen, want dan gaan we weer proberen van Gent te vertrekken de volgende keer. Voilà. Ik zal niet veel zelf zeggen. Ik zal wachten op jullie vragen en dan zal ik antwoorden. Proberen te antwoorden. Zijn er vragen? Okay. Hein, goedemiddag. Bij Partizan ontbreken er een aantal jongens, waaronder al zeker Markovic, Šekić. En als we het goed begrepen hebben, ook nog Holleder. Die zou er ook niet bij zijn. Maakt dat voor jou in je voorbereiding heel veel uit? Of zeg je van nee, we benaderen dat toch vanuit eigen sterkte? Of zeg je, ja, we kennen de kwaliteiten van die jongens, dus is het weer afwachten wie er dan wel aantreedt? Ja, kijk, Partizan is een ploeg die duidelijk aan de leiding staat in Servië, die ook een enorme kern heeft, die heel veel wisselt ook gedurende de eerste maanden al, Europees parcours, competitie, wordt heel veel geswitcht, dus ze hebben wel meer dan 11, dan 15, dan 18, ze hebben echt een kern die eigenlijk op alle posities bijna dubbel bezet is, dus dat maakt totaal geen verschil. Of er daar nu drie ontbreken, dat zal weinig verschil uitmaken. Het blijft een heel goede ploeg. En we hebben dat ginder gezien, dat wij weliswaar misschien verdiend gewonnen hebben. Maar dat het heel close was. Hè. Het was niet zo dat we daar absoluut overwicht hadden of heel veel kansen hebben afgedwongen of met veel meer doelpunten hadden moeten winnen. Dat was het niet. Het was een heel close game en we hebben die gelukkig naar onze kant kunnen trekken. En jullie kunnen het morgen helemaal afmaken. Maar eigenlijk zit je in een luxe positie als je gelijk speelt, zelfs als je zou verliezen. Zijn er nog twee wedstrijden om zelfs die groepswinst nog veilig te stellen. Hoe ga je dan naar die wedstrijd toe? Is dat iets, wil je het absoluut afmaken morgen? Of bekijk je dat toch meer over heel de groep? Het is heel vrij simpel. In het voetbal wil je altijd zo snel mogelijk pakken wat je kan pakken. Hè? Dus ik had voor aanvang van de heenmatch gezegd, ik zie dit als een dubbelduel en wij willen de beste zijn over die twee wedstrijden. We hebben er voorlopig één gespeeld. We zijn de beste, maar dat kan perfect nog keren na deze match. Het is geen garantie, omdat je eerste wedstrijd op verplaatsing wint, dat je dan ook de beste zal zijn over twee matchen. Een uitslag zoals tegen Union, ondanks misschien de betere kansen, meer kansen, overwicht en zo meer. Maar een 0-2 zou ervoor zorgen dat Partizan plotseling de nummer 1 is en wellicht ook dan de nummer 1 zou blijven. Want dan gaan zij er ook alles aan doen om die laatste twee matchen te winnen. En dan kijken we naar het onderling duel en dan zou het Partizan zijn. Dus wij gaan proberen om dat te vermijden. Een gelijkspel stelt ons in staat om met één overwinning dan zeker te zijn van de eerste plaats daarna. Maar uiteraard, als wij kunnen en we kunnen winnen van hen, dan zijn we nu al safe. Dan zijn we nu al zeker van de eerste plaats, wat er dan ook gebeurt in de laatste twee matchen. Dus dat zullen we niet laten liggen, maar ik ben de eerste om mij bewust te zijn dat dat niet zomaar een opdrachtje is, dat een helse opdracht gaat zijn. En ik denk dat wij ginder ons heel goed bewust waren van de moeilijkheid van de opdracht en dat iedereen ook 100-200% gefocust was. En dat heb ik ook tegen de groep gezegd. Als je denkt van nu zal het wel loslopen thuis, dan zou je eens kunnen verschieten. Want het blijft een heel, heel moeilijk te bespelen tegenstander die zich wellicht dan nog eens wat meer gaat aanpassen aan ons ook. Want ik denk dat zij misschien Gent
ja, onvoldoende kenden, maar nu dubbel gewaarschuwd zullen zijn en dubbel ingesteld zullen zijn op ons, wat het voor ons misschien nog net iets moeilijker zal maken. Maar oké, het voordeel is natuurlijk, wij spelen thuis, we gaan ons publiek achter ons hebben. En dat kan toch ook wel een verschil maken. Dus laten we hopen dat de supporters ons ook vooruit stuwen in die match. Ik hoop dat er niet te veel regen valt morgen, want dat blijft een ander probleem natuurlijk. Dat hebben we ook kunnen ondervinden. Maar oké, dat is nu eenmaal voetbal. Die omstandigheden zijn niet altijd perfect, dus je moet er kunnen mee omgaan. Hein, jullie staan, ondanks dat die match morgen nog gespeeld moet worden, heel dicht bij die Europese overwintering. Jullie zijn voorlopig ook de enige ploeg die nog het maximum van de punten heeft. En ik vroeg me af of jullie op een bepaalde manier het gevoel hebben dat er misschien net iets meer mogelijk is hier in die Conference League dan in die Europa League of in de Champions League qua overwintering. Of dat jullie nu verder dan ooit kunnen doorstoten? Ik vind het fijn dat jij je die vraag stelt. Maar dat is voor ons voorbarig. Wij willen ons eerst kwalificeren. Ons eerste doel was ons kwalificeren voor de poelenfase. Dat was al niet makkelijk. Dat hebben we ook kunnen ervaren. Daar zijn we in geslaagd. En nu willen we ons kwalificeren voor de knock-outfase. En als het kan, als eerste van de poelen. En dat is hetgeen wat we gaan proberen. En oké, eenmaal we daar aan toe zijn, we zullen zien. Als we morgen moesten toch de boot ingaan en we eindigen maar tweede, ja, dan moet je weer al een klein beetje je volgende match herzien. En moet je zorgen dat je zeker in die volgende match goede resultaten haalt. Dus het is nu echt voorbarig om nu al te gaan spreken over wat er na de winter zal gebeuren. Daarmee zullen we wachten tot we zeker zijn van kwalificatie uiteindelijk. Ja, Rudy. En de coach van Partizan is geschorst. Hij heeft op zijn persconferentie daar straks gezegd dat hij in de tribune zal zitten. Hoe groot is die handicap? Want ja, je kent die situatie. Je kan die zelf ook wel inschatten. Van een coach die niet bij, op de bank kan zitten, niet bij zijn team kan zijn. Hoe groot is die handicap? Dat hangt ervan af. Hè. Dat hangt ervan af wat de impact is van de coach. Bij iedere club is dat verschillend. Bij sommige clubs heeft de coach een eerder passieve rol. Blijft hij rustig op zijn bank zitten en geeft hij misschien en daar wat richtlijnen aan de rust. Maar dan heb je ook de coaches die heel actief coachen langs de lijn, die daar proberen invloed te hebben op wat er op het veld gebeurt. Ook al is dat dan misschien minimaal. En dan is uiteraard de afwezigheid van dat type coach een stuk belangrijker, zou ik zeggen. Het hangt er ook vanaf wie je als assistenten hebt. Zijn dat jongens die perfect kunnen inspringen voor jou en die taak op zich kunnen nemen, die impact hebben op die groep, die kunnen brengen wat jij verwacht. Als je die jongens niet hebt, dan maakt het ook weer al een stuk moeilijker. Dus je kan dat moeilijk veralgemenen. Je moet geval per geval bekijken, je coach per coach bekijken. Nu, ik heb mij afgevraagd waarom er zoveel protest was na die match. Want ik vond eerlijk gezegd dat wij recht hadden op een penalty. Ik zag niet waar het een probleem was bij hen. Hun beste kans was die kopkans op het einde, waar eigenlijk de speler van ons die hem moet volgen onderuit wordt getrokken. Door een speler die een blok zet, maar niet alleen een blok zet, hen ook nog een keer vastpakt en een Okumu tegen de grond trekt. Niet gezien door de scheidsrechter, dus bijna hadden ze daar de gelijkmaker op gemaakt. Er ging niet teruggekomen zijn op de zaak, want er was geen VAR. En toch kwam er dan heel veel reactie blijkbaar naar die match tegenover het arbitraal trio. Ik stelde me echt de vraag waarom al die commotie. En het bleef maar duren, waardoor dat de scheidsrechter eigenlijk verplicht was om dan plotseling toch te sanctioneren. Dus ik was enorm verbaasd, moet ik zeggen. Is er nog een vraag voor de coach? Toch, ja. Zondag was er wat bezorgdheid om Laurent. Hoe blij ben je dat hij hier naast u zit? En dat wil je nog niet zeggen, hè? Dat hij naast mij zit. Maar je kunt hem straks zelf vragen. Hè? Ja. Maar ja.
Maar hij is heel belangrijk voor ons, hè? Dat is duidelijk. Ik heb gezegd dat dit een van de redenen is waarom dat wij terug, ja, ik ga niet zeggen boven water aan het komen zijn, maar terug niveau halen waarmee dat je eigenlijk, ja, tegen iedereen een resultaat kunt halen. We doen dat weliswaar niet. Er zit nog altijd wel hier en daar wat dingen die fout gaan. Maar ik denk dat het zonder de terugkeer van Laurent moeilijk ging geweest zijn om dat niveau te halen als team. Dus hij is heel belangrijk voor ons en we hopen dat hij zo lang mogelijk belangrijk blijft, hè, voor ons. Dus met de spelers van 16 jaar moet je heel voorzichtig omgaan. Maar met Laurent is geen 16e meer, maar we moeten ook heel omzichtig omgaan. Maar hij is wel in staat om meerdere matchen naar elkaar te spelen. Dat het is, ja, wat dat betreft is het fysiek toch wel imposant wat hij iedere week weer op de mat legt. En hij kan dat blijven herhalen. Dus hij is iemand die, ja, die wat mij betreft echt wel de motor en het potentieel heeft om op een hoog niveau matchen aan elkaar te blijven afwerken aan een hoog niveau. En ja, zo hebben we er al niet te veel. Dus daarom nogmaals ben ik blij dat hij terug is. Heb je een vergelijking met voorbije weekend dan jongens die je zeker kunt recupereren? Of jongens waarvan je het nu zegt van die zijn twijfelachtig? Ik denk dat we iedereen fit hadden op training vandaag. Oké, fit. In welke mate fit natuurlijk? Je hebt 100% fit. Je hebt jongens die dan, ja, die wel meetrainen, maar waarvan je ziet van oké, het is toch nog niet helemaal dat. Maar ze waren er allemaal. Dus het is de eerste keer dat buiten Davy Roef, die vandaag niet meetrainde, dat iedereen aanwezig was op training. Dat hebben we eigenlijk dit jaar, denk ik, nog geen enkele keer gehad. Dus dat is een positief gegeven. En we zoeken naar een uitleg. En ja, het kan alleen maar bij onze data-analyst liggen, denk ik. Want dat is de enige dat we in begin oktober gewisseld hebben. Dat is een grapje, hè. Hein, stel dat jullie morgen direct overwinteren en toch die zege pakken, kan dat dan het rampseizoen Europees van vorig seizoen wegspoelen? Oh ja, ik denk dat je nooit dingen mocht vergelijken. Hè. Want als je spreekt over het rampseizoen van vorig seizoen, ja, dan moet je gelijk spreken over het seizoen daarvoor en daarvoor en daarvoor en daarvoor. En dan ga je ongelooflijke prestaties zien waar heel België razend enthousiast over was. Hè. Dus je kan blijven spreken over dat rampseizoen. Kijk, als we ons kwalificeren, dan is dat dit seizoen goed gedaan. En vorig jaar, dat dan rampzalig was, ja, dat zal wat te maken hebben met de algemene gang van zaken, denk ik. Hè, waar het op een bepaald moment binnen de club allemaal fout liep. En ja, dan start je slecht Europees en dan verlies je een paar wedstrijden ten onrechte. Maar oké, okay, dan ben je weg. Hè, dan is het weg en dan kan je dat niet meer terug. En ja, dan eindig je met 0 punten, wat eigenlijk nooit zou mogen, maar ja, we kunnen dat toch niet meer terugdraaien. Dus nu was het absoluut de bedoeling om toch Europees, één was vorig jaar al de bedoeling, om toch nog dat Europees ticket te proberen te pakken. Dat hebben we in extremis gekund. En dan wilden we daar dit jaar toch absoluut iets mee doen. En ons kwalificeren voor de poules en te proberen te overwinteren. En we zijn daar heel dichtbij. En voilà, dan zou dat al een fantastische challenge zijn die we tot een goed einde hebben gebracht dit seizoen, toch? Oké, okay. Il y a des questions pour Laurent. Laurent, après ta blessure de dimanche, tout le monde se faisait des gros soucis dans le club, dans l'entourage. Est-ce que après les deux années que tu as vécues avec tellement de blessures, est-ce que tu es surpris que tu es devenu si important dans si peu de temps de nouveau? Surpris, non, moi, voilà, je sais que quand je suis fit à 100%, je sais que je peux retrouver mon niveau et avoir le niveau que j'avais avant. C'est vrai que j'ai eu des moments difficiles précédemment avec les blessures, etc. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à enchaîner les matchs et gérer sans trop de problèmes. Donc j'espère que ça va continuer. Et tant que ça continue, je pense que ça ira.
Mais je crois que la question de Rudy était surtout, est-ce que tu es surpris que tu es si important pour l'équipe? Je veux dire, c'est clair que l'équipe, les performances de l'équipe sont meilleures quand tu es dans le noyau, si tu compares avec les matchs que tu n'es pas là. Je sais pas, mais je pense que l'attaquant de pointe a un rôle important dans l'équipe, donc c'est vrai que ce soit ouais, défensivement ou offensivement, je pense que c'est un rôle important. Et à partir du moment où on fait bien notre boulot, c'est vrai que c'est important pour l'équipe. Voilà, maintenant, je pense que je peux encore avoir un rôle encore plus important si je peux être encore plus efficace aussi devant le but et apporter encore ça permettra d'apporter encore un peu plus à l'équipe. Le coach a déjà dit les dernières semaines qu'il sent que tu es presque le Laurent de Poitre d'avant. Mais qu'est-ce qu'il te manque encore? On a vu le match contre Eupen où tu ne pouvais pas être content. C'est juste la finition, c'est le sentiment de finir après ouais, des blessures. Oui, bah comme je dis, c'est vrai que... voilà, après pas mal de temps, de blessures, etc., il faut retrouver les sensations. Et je pense que aussi les sensations devant le but, ça... Ça se retrouve, c'est vrai que j'ai eu quelques opportunités où j'ai pas assez bien géré voilà, la finition. Je pense que c'est la sensation qui se retrouve avec voilà, si j'arrive à marquer un ou deux buts, la confiance va revenir aussi et je réfléchirai moins sûrement devant le but et sera plus à l'instinct et retrouver voilà. Retrouver plus facilement le chemin des filets. Et tu as le sentiment que tu peux revenir au niveau quand tu revenais à Gand. Je me souviens, ces premiers six mois, tu as marqué 15 buts, si tu comptes l'Europe avec. Ouais. Tu veux atteindre ce niveau-là de nouveau en peu de temps ou... Bah, je pense, oui, la situation était aussi un peu différente. C'est vrai que à ce moment-là, c'est vrai que ça tournait bien avec Jonathan, David, Yaramchuk. C'est des joueurs aussi qui facilitent aussi les mouvements, les occasions. Ça nous permet d'avoir plus d'occasions et donc c'était plus facile aussi de marquer plus de buts. Mais je pense que oui, je pense qu'on peut le faire aussi avec le groupe qu'on a maintenant, les qualités qu'on a. Je pense que ça ira avec le temps. Quelle est l'importance pour vous de Tariq Tissoudali dans votre jeu, son rôle, ses actions? Bah, Tariq, c'est un joueur avec qui j'aime bien jouer. C'est quelqu'un qui sait faire l'action, qui trouve les espaces, qui est malin dans son jeu et qui peut aussi dribbler facilement des joueurs. Donc c'est vrai que pour moi c'est intéressant. Je pense qu'on est assez complémentaires et qu'on se trouve assez facilement aussi. C'est sûr que c'est toujours un plaisir de jouer avec Tariq. Dat was het. Dank u wel. Oké. Merci.